Oh, hier ben ik weer. Mijn god, ik begrijp nooit wat van die apparatuur. Het gaat helemaal niks worden. Zit ik hier met 230 op de snelweg, probeer ik dit in elkaar te krijgen. Maar goed, wie ben ik? Goed mensen, daar zijn we weer. Het is alweer juni ondertussen en ik blijf mijn filmpjes opnemen. En ik kom er gewoon niet aan toe om het te bewerken. Deze ga ik uploaden, dat zei ik afgelopen vrijdag ook. Die upload ik niet, want dat wordt eigenlijk weer een nieuwe. Luister. Jullie hebben een tijd niks van me gehoord. En dat klopt. Maar ook hier geldt weer. Ik ben ik en we en eigenlijk de stichting heel druk bezig. Maar we kunnen iets verklappen. Zal ik dat eigenlijk wel doen? Ik kan beter wachten op het eind van het filmpje. Nou goed, ik heb een hele belangrijke mededeling. En dat is heel belangrijk voor de voortzetting van het project Cambulance. Ah, wacht, ik vertel het ook. Ik kan geen geheimen bewaren, dat lukt me gewoon niet. De eerste bus, de groene bus dus, de Bundeswehrbus, die is door de schouwing heen. We hebben hem op 4 meter gekregen. Nou had hij dus vorige week, die week daarvoor, had hij al een voorkeuring moeten krijgen voor zijn APK. Want de eerste APK moet bij de RDW plaatsvinden in verband met kenteken. En nu zitten ze bij MAN in Drachten met personeelstekort. Een paar mensen die zich ziek gemeld hebben. Ik heb al gevraagd of dat komt doordat ze aan mijn bus moeten gaan werken. Maar dat schijnt daar dus niet aan te liggen. Het zou kunnen. Die bus staat er al een paar dagen. Maar ik wacht dus nu dat hun een voorkeuring geven. Kijken of dat er nog technische gebreken aan zitten. Die van belang zijn voor de APK-keuring, voor zijn kenteken. En bovendien vind ik het ook belangrijk. Als dat gebeurd is, dan krijgt hij nog een grote beurt. En dan heeft hij zijn kenteken. En dan hebben we bus 1 gekeurd. En ik zit nu dus in bus nummer 2. En dan wordt het leuk. Want dan moeten we dus spullen over gaan bouwen. Van bus 2 naar bus 1. Zodat deze bus ook weer een autobus is. Een stadsbus. Want daar moet hij eerst op gekeurd worden voordat we dus verder kunnen. Vandaar dat hele omslachtige dat we dus een tweede bus hebben gekocht. Die wordt dus eerst nu als autobus gekeurd. Nou, door de schouwing is die heen. Dus de RDW is ervan overtuigd dat het een stadsbus is. Er moesten allerlei procedures, stickers erin in het Nederlands. Van deze plek is voor mensen die minder vlieden zijn. Dan moet je die plaats vrijgeven. Rolstoelplaatsen. Als er een rolstoel binnenkomt moet je die stoel vrijgeven. Dat je tussen deur 2 en deur 3 niet mag staan tijdens de rit. En boven helemaal niet mag staan tijdens de rit. Allemaal in het Nederlands. Allemaal bordjes. Nooduitgang, nooduitgang, nooduitgang. Noosaustieg. Dat begrijpen wij in Nederland niet. Dus dat moet eruit. Of in ieder geval, er moeten Nederlandse nooduitgangbordjes bij. Er moet een bordje in komen dat de bus 4 meter hoog is. Voor de chauffeur. En er moet zichtbaar bij de chauffeur zitten hoeveel zitplaatsen er zijn, hoeveel staanplaatsen. En dat moet allemaal zichtbaar in beeld zijn. Dat hebben we dus allemaal in orde gemaakt. Dat was best wel een klus, want die stickers die hebben ze niet zomaar op de schap liggen. Dus die heb ik moeten maken. Dat maakt allemaal niet uit. Ik kan best met CorelDRAW werken. Dus die stickers hebben we ontworpen. Die hebben we er allemaal opgeplakt. En is allemaal goed bevonden. Dat die stickers er straks weer uit. Jammer dan, want het wordt geen het wordt geen lijnbus meer. Maar goed, ik wil dat hij een kenteken krijgt. Dus en de meneer van de RDW was streng, doch rechtvaardig. En was ook niet van zijn stuk af te brengen hoor. Dus ik kon zeggen, ah, maar we gaan dit en dat. Nee, zo werkt dat niet. Dus en het werkt ook niet zo. Dus ik heb me daar gewoon gedacht van, nou, ik heb 2-3 pogingen gewaagd om die man ervan over te overtuigen dat al die stoelen die eruit zijn, dat er weer stoelen in moeten. Maar nee,
Dus ik heb dat gewoon naast me neergelegd en ik heb mijn schouders opgehaald en ik ben het gewoon uit gaan voeren. Kijk, er zullen mensen zijn die in de commentaren schrijven, RDW dit, RDW dat, RDW zus, RDW zo, dat zal allemaal wel. En soms denk ik ook het mijne ervan, maar weet je, uiteindelijk hebben we allemaal het, hebben we allebei, de RDW en zowel onze stichting, hetzelfde belang. En dat is dat die bus veilig is. En dat die op alle fronten goed door de keuring heen komt. Nou, dit is de procedure voor deze bus. Bussen, we hebben er twee. En zo gaan ze het doen en niet anders. Nou, dan leg ik me daarbij neer. Want het is zonde van je tijd en energie om daarover na te gaan denken. En tegen de draad in te gaan liggen. Ondanks dat ik een Rotterdammer ben en dat eigenlijk wel mijn natuur is om tegen de tegen alles in te gaan van wat mijn autoriteit is. Maar goed, ik heb zowel defensie als de brandweer gehad in het verleden. Dus ik heb al geleerd wanneer ik mijn bek moet houden. Dit was zo'n moment. En, maar goed, ik kan goed met die man door één deur. En we hebben al afgesproken dat het vervolg, want deze bus moet ook gekeurd worden. En dat wil ik, als die andere bussen kenteken heb, binnen enkele maanden doen. Dus de procedure die we nu bijna een jaar heeft geduurd, alles bij elkaar met alle vertragingen, wil ik dus nu gewoon in een rap tempo doen, omdat ik nu weet wat er allemaal gaat komen en wat er verlangd wordt. Dus kunnen we daaraan gaan voldoen. En dan kan die bus in snel tempo ook zijn kenteken krijgen. Het leuke van het verhaal is dat ik tegen die meneer van de RDW zei, van, nou, dan zien we elkaar bij de volgende. De volgende. Ja, ik was van plan het dossier te sluiten. Ik zeg, dan krijg ik dus iemand anders. Ja, nou, liever niet. Ik weet nu wat ik heb. En als ik weer een ander krijg, die denkt misschien net weer anders, kan ik weer opnieuw beginnen. Daar heb ik geen zin in. Dus ik wil gewoon dezelfde keurmeester of inspecteur, of hoe die meneer ook mag noemen, van de RDW hebben. En die kent het project. Die kent mij nu. En ik ken hem. En dat werkt een stuk makkelijker. Plus dat ik al gezegd heb van, joh, dadelijk moet die bus opgebouwd gaan worden voor ambulance. Dus er moet aan de chassis dingen gaan veranderen en noem maar op. En dat wil ik samen in overleg met de RDW gaan doen. Want als wij weten wat zij willen, dan weten wij wat we moeten bouwen. Scheelt een hoop ellende en een hoop troep eruit halen en die weer inzetten en een hoop tijd en een hoop geld. En daar had die meneer van de RDW wel oren naar. En die vond dat een heel goed plan. En die gaat alvast wat voorwerk doen op de betreffende afdelingen. Om de bus volgens NEN-norm 1789 op te gaan bouwen. Althans het benedenste gedeelte. Beneden. Nou goed, in ieder geval de begaande grond. En het bovengedeelte, dat doet niet mee. Want dat wordt een camper en dat hoeft niet gekeurd te worden. Heel raar. Maar goed, dat wordt het slaapvertrek voor de mensen die meereizen. Dat kan de chauffeur zijn, chauffeur, co-piloot van de chauffeur. Maar ook het verzorgend personeel als de bus een paar dagen op stap gaat met een patiënt. Of misschien wel twee patiënten, kan ook. En dat kan een hoop tijdwinst schelen. Dus, dit was even een hele korte update. We hebben een gigantische stap gemaakt. En de volgende stap die jullie gaan zien is dat ik naar Drachten ga. En daar ga ik met de bus naar de RDW voor de APK-keuring. En dat ga ik ook uitzenden, dat neem ik op. En dan zullen we zien wat daaruit komt. Maar nogmaals, eerst moet je nog bij MAN een APK-voorkeuring krijgen, want ik heb geen zin om heel de tijd naar de RDW heen en weer te rijden. Nee, nou is dat nog niet goed. Moet ik weer terug naar MAN, moet ik weer een afspraak inplannen en dan moet hij weer op de. Nou, dat wordt een ellenlang tempo gebeuren. Daar heb ik geen zin in. Dus ik wil gewoon alles in één keer gecontroleerd hebben. Dat ik gewoon goed voorbereid naar de RDW toe ga voor de APK-keuring. En dan zouden we dus gewoon deze maand een kenteken moeten hebben op de Kamobus. Dat is het verhaal tot nu. En ja, voor de rest, met mij gaat het goed. Ik heb het stervensdruk. Dus ja, ik zou zeggen mensen, deel
de video. Deel deze link op YouTube, op al je social media kanalen. Delen, delen, delen het. Want hoe meer mensen lid worden, ik moet over die 1000 mensen heen, over bezoekers, nee, 1000, ik moet over de 1000 heen. Abonnees, dat was het. Ik moet over de 1000 abonnees heen. En dan weet ik wel, als je niet veel erop zet, dan komt er ook niet veel. En het bekende cirkeltje. Maar jullie kunnen mij helpen door mijn filmpjes te delen en te promoten. Daar help je dus mij mee en uiteraard ook de stichting en waar we voor bezig zijn. In ieder geval hebben we al een reservering voor de Bundeswehrbus, de Kamobus, voor september. Dus dat wordt leuk. En toch voor die tijd moet je toch wel een kenteken hebben. Dus dat is leuk. Dat heeft niks met het Cambulanceproject te maken. Dat is meer op het veteranengebied. Dat hij wat leuke dingen gaat doen. En zo'n beetje. En alles wat we kunnen gaan doen dadelijk om inkomsten te gaan werven. We zijn met subsidies bezig. We gaan, als de bus een kenteken, zodra die zijn kenteken heeft, gaan we ook promoties starten. Om sponsoring en werving en donaties en noem maar op. En dat wil ik niet eerder doen eigenlijk voordat hij zijn kenteken heeft. Want dan kunnen we echt aan de gang met die bussen. En als de ene bus een kenteken heeft, dan volgt de tweede. En de eerste bus is moeilijkst, dat werd me al verteld. Want het is de allereerste MAN A39 dubbeldekkerbus met Nederlandse kentekenplaten. En dit wordt de tweede. Dus hebben we toch nog iets unieks. Mensen, dat was het. Deel, like, klik, al die andere dingen. Kijk hier naar onze vorige filmpjes. En weet je wat? Klik wat aan en wees positief. Ik blijf positief. Anderen hebben het al lang opgegeven. Nee hoor. Het project gaat gewoon door en ik blijf vol goede moed aan de gang gaan. En nogmaals, de grootste stap is gezet. Hij is door de schouwing heen en dat betekent dat hij op de Nederlandse weg mag. Mensen, we spreken.